Ja, ik ben Frank Westerman. Ik ben schrijver. Ik heb verschillende boeken geschreven, maar de Graanrepubliek is toch voor mij het boek waar ik misschien het meest bekend door ben. En dat wortelt echt hier in deze streek. Dit is een fantastisch gebied om te beginnen. Geschiedkundig, het is ontzettend mooi. Je hoeft maar achter me te kijken of je ziet van wat een rijkdom hier is geweest. Aan de andere kant is er een tegenhanger, de armoede. De landarbeiders, je hebt de herenboeren, de landarbeiders. Die tegenstellingen kom je bijna nergens tegen. Ik vond het zo fascinerend om te zien van hoe heeft een gebied wat eigenlijk de graanschuur van Nederland was, zo'n rauwe achtergrond, zo'n rauw verleden. Kijk, de boeren hier voelden zich zo soeverein en zo autonoom. En het is hier allemaal koren, het is allemaal graan. En toen kwam ik op het woord de Graanrepubliek. Het idee voor de Graanrepubliek is begonnen in de jaren 90. En toen zag het er hier heel troosteloos uit. Je had grote gebieden waar graan werd geteeld, waar eigenlijk helemaal geen graan meer werd geteeld. Dat lag braak. En toen kwamen natuurlijk de plannen van wat gaan we nu doen, hoe moeten we naar de toekomst kijken. En het idee dat je dan op de tekentafels van de planologen, van de beleidsmakers, een groot watergebied ziet verschijnen. Ja, dat vond ik eigenlijk fascinerend. Hoe heeft het zover kunnen komen? En dat wilde ik weten. Dan gaan we op tour met verschillende stops op de dijk, het Ambonese bosje. Dat is het verhaal op zich. En daar komt grote geschiedenis, komt daar samen. Je had barakken van de werkverschaffing in de jaren 30. Daarna had je Duitse soldaten van de Weermacht, die waren daar geïnterneerd. Na de Tweede Wereldoorlog kwamen daar NSB'ers, die werden daar vastgezet. En daarna kwamen de Molukse kneelsoldaten. Allemaal op hetzelfde stukje grond. We spreken een boer die vroeger graan teelde en tegenwoordig een soort boterbedrijf heeft. Geert-Jan Molema. Heel lang heeft hij zich verzet tegen de komst van de Blauwe Stad. Hij wilde zijn land niet verkopen. Uiteindelijk is hij omgegaan en heeft van zijn erf een werf gemaakt. Hij heeft 150 ligplaatsen voor boten achter zijn bedrijf. De graanschuren zijn boten. Opslagplaatsen geworden. Dus zo'n omslag, ja, ik vind dat ook wel weer prachtig. Ja, wat ik dan de Graanrepubliek noem, is volgens mij gewoon een uniek stukje Nederland. Er is hier strijd geleverd tussen arm en rijk. En dan heb je die wijsheid, de einder die echt helemaal ver weg ligt. De dijken die nog in het landschap zitten, die je eigenlijk als een soort tribunes kan beschouwen. Als je erop staat, dan kun je nog veel verder kijken. Ja, ik hou van dit gebied.